Ja, dames en heren, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe video op dit YouTube kanaal. We gaan het vandaag eens even hebben over het vuurwerkbril. We nemen deze krantenkop van het AD, gaan wij eens even doornemen. En de titel luidt: waarom een vuurwerkbril op? Er is nog nooit iets misgegaan. En dan staat er onder een klein zwart stukje en dat ga ik eens even voorlezen. Rotterdammer Tim is een van de vele jongeren die ondanks alle campagnes over de gevaren van vuurwerk zijn vuurwerkbril in de laad liggen rond de jaarwisseling. Er is nog nooit iets misgegaan, dus waarom zou ik die bril opzetten? Is zijn reactie na een uitleg van studenten van de Avans Hogeschool die onderzoeken waarom de vuurwerkbril zo vaak ongebruikt blijft. Ja, omdat je, ik gebruik hem eigenlijk ook niet. Inderdaad, er is iets nooit misgegaan, dus waarom zou het nou ineens wel misgaan? En meestal als er wat misgaat, dan komt het meestal door een ander. Want als jij zelf vuurwerk afsteekt, dat is ook uit een onderzoek gebleken, is dat 9 van de 10 ongevallen door vuurwerk over oogletsel, zijn de kijkers. Mensen die zelf natuurlijk vuurwerk afsteken, die weten waar het heen gaat, dat soort dingen. Dus er is de kans natuurlijk veel kleiner dan mensen staan te kijken en niet eigenlijk weten wat je afsteekt, wat er gebeurt en dat soort dingen. Maar lees even verder. Waar andere leerlingen... waar andere leerlingen in zijn klas van het Wolfert tweetallig... van het Wolle 2 tweet allig onder de indruk lijken van de boodschap dat jaarlijks gemiddeld 5 mensen een oog verliezen door vuurwerk. En de Twitter was, of de tweet wat geplaatst was, is: ik vind niet dat ik voor gek ga staan. Ik ben onder mijn vrienden en familie. Maar goed, meestal hebben mensen een zappie op met oud en nieuw en dan is het eigenlijk niet meer zo gek. Het is toch aan de ene kant je eigen veiligheid. Goed. Ik doe het zelf ook niet, moet eerlijk zeggen. Is Tim dat... dat niet. Die bril. Die zit maar ongemakkelijk. Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt die hele grote, maar je hebt ook die hele kleine. Maar die komen maar tot hier, dus daar kan er alsnog viezigheid in komen. En die grote, die zit inderdaad gewoon ongemakkelijk. Die zit maar ongemakkelijk en zorgen maakt hij zich eigenlijk niet. Zijn klasnoot Karel is wel overtuigd, tenminste... Dat zegt hij nu. Zijn familie draagt de bril ook niet. Nee, is het antwoord. Ik vind niet dat ik voor gek sta. Ik ben onder vrienden en familie, zegt hij. Dus Karel die gebruikt in ieder geval wel zijn veiligheidsbril. Heel goed. De studenten Maaike en Bast, Sophie van der Hagen en Frank Lucassen starten vandaag hun experiment op de Rotterdamse middelbare school in Blijdorp. Ze delen vuurwerkbrillen uit. In de eerste, derde en vijfde klas vragen die uit te proberen en laat daarna een vragenlijst invullen. Na de jaarwisseling stellen ze nog eens vragen om uit te zoeken waarom de leerlingen wel of niet hun bril opzetten toen het gevaarlijk werd. Moet je van je ouders of juist niet? Vind je hem lelijk of niet? Misschien speelt een groepsdruk een rol, omdat vrienden hem ook niet opzetten. Somt studenten Sophie van der Hagen de punt op. Somt de student. Sorry. Maar ja, mijn Nederlands is wel goed. Maar als ik lees dan... De meeste leerlingen weten wel hoe je vuurwerk veilig moet afsteken. Maar dus dat zoveel mensen hun ogen kwijtraken, dat beseffen ze niet. En dat de vuurwerkbril dit echt kan voorkomen. Nou, als jij een vuurwerk... Dat was de zin, hè? De vuurwerkbril dit echt kan voorkomen. Als jij naar iemand een vuurpijl richt en die komt in je oog, dan heeft zelfs geen vuurwerkbril meer in het hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Nou, de volgende context is overhalen. Het onderzoek doen de studenten in opdracht van oogarts of oogfonds dat graag achterhaalt hoe jongeren kunnen worden overgehaald om toch een bril op te zetten. Nou, geven ze een krat papier erbij en dan zetten ze hem wel op, denk ik hoor. Bijna 1/4 van de vuurwerkslachtoffers in Nederland is tussen de 10 en de 19 jaar uit. Ruim 70% draagt geen vuurwerkbril tijdens de jaarwisseling, terwijl zij juist het meeste risico lopen. Zij steken inmiddels zelf het vuurwerk af en staan ook te dichtbij als het wordt afgestoken. Ja. Als je inderdaad veel te dichtbij staat, dan is het inderdaad het risico veel groter dan verder vanaf staat. En het ligt trouwens ook nog eens aan hoe de wind staat.
Van der Hagen zet daarom de vuurwerkbril dit jaar ook zelf op. Ja, is toch dat ik hem niet nodig had omdat ik zelf geen vuurwerk afzag. Maar de helft van de slachtoffers wordt slachtoffer. Of de helft van de slachtoffer wordt slachtoffer. Tijdens het kijken van de vuurwerk. Dus ook als je alleen kijkt heb je hem al nodig. Dat is dus wat ik net zag. Kijk, als je het zelf afsteekt. Dan je weet waar het heen gaat en dat soort dingen. Maar de meesten die zelfs kijken. Dat zijn de meeste slachtoffers. Dat is er ook een onderzoek van geweest. Later deze week lanceren leerlingen van twee hogescholen in de Rotterdamse regio hun eigen campagnes gericht op veiligheid omgaan met vuurwerk. De leerlingen van het IJssel College uit Capelle aan de IJssel en het LMC Platinum uit IJsselmonde doen dit samen met de Rotterdamse burgemeester Hamed Apetaleb. De Capellese burgemeester Peter Oskam en oogarts Tjeerd de Vapen van het Rotterdamse Ogenziekenhuis. Dus die gaan een campagne opzetten. Nou, hoeveel campagnes zijn er al geweest over de vuurwerkbril? Er zijn er al best wel wat geweest, maar de meeste mensen die, het werkt allemaal niet. Het werkt gewoon niet en ja, het werkt gewoon niet. Dan heb ik ook hier nog een stukje test van het oogzorgcentrum. Dat is bevestigd in Rotterdam. Deze vraag is beantwoord door de afdeling facilitaire dienst van het Oogziekenhuis Rotterdam. In 2009 waren er door vuurwerklessen 25 blinde ogen. De beste oplossing tegen je ogen te beschermen is een vuurwerkteelt te dragen. Een tip van de oogarts is: realiseer je dat je andere mensen kunt raken als je vuurwerk afsteekt. En realiseer je dat je geraakt kan worden als je geen vuurwerk afsteekt. Koop een vuurwerkspray, maar draag hem dan ook en zet hem niet bovenop je haar. Ik vind ook maar zelf, hoe ga je met vuurwerk om? Hou je aan de regels en dat soort dingen. Want het is best. Het is best wel een. Ook iets hoor. Hoe jij zelf natuurlijk met je vuurwerk mee omgaat en dat soort dingen. Nou, ik heb hier cijfers van oogletsel door vuurwerk. De helft van de slachtoffers steekt zelf geen vuurwerk af. Dus dat is wat ik al zei. De meeste mensen die dan geraakt worden, zijn meestal de kijkers. Meer dan de helft van de slachtoffers is minderjarig. Ja, als inderdaad kleine kinderen ook vuurwerk afsteken, ken ik ook wel dan 25% van de vuurwerkslachtoffers raken gewond aan of zijn haar ogen. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar oké. En je ziet het eigenlijk wel afnemen, want wat ik net vertelde, in 2019 waren het er volgens mij 25. En tijdens de jaarwisselingen van 2014-2015 zijn er 8 mensen blind aan 1 oog geworden en 1 persoon werd zelfs volledig blind. Het ligt hem ook net aan wat je er zelf mee doet. Want heel veel mensen gaan ermee lopen kutten en stunten en weet ik het allemaal. En van deze 10 blinde ogen zijn er 6 compleet verwijderd. Dus die lopen zeg maar zo. Dus dat is helemaal eruit gehaald. Voor de rest, het oogfonds adviseert iedereen die zelfs vuurwerk afsteekt of ernaar kijkt om een veiligheidsbril te dragen. Een veiligheidsbril kost 6 een paar euro. De meeste vuurwerkwinkels, of de vuurwerkbranche, hoe je het maar wil noemen, maar de meeste vuurwerkwinkels waar je je vuurwerk afhaalt, geeft gratis vuurwerkbrillen bij elke bestelling. Dus dat is. Daar denken ze goed over na. Kost slechts een paar euro en voorkomt veel ellende. Een vuurwerkspeel sluit goed aan op je gezicht. Ben ik niet mee eens. Zodat vuurwerk de ogen niet langs de bril kan bereiken. Nogmaals, als je die grote hebt, niet. Maar als je een kleine hebt, die komt nu tot hier, die komt er nog onder. Daarbij is het materiaal van belang. Polycarbonaat is onbreekbaar. Nou, ik durf het wel eens een hamer erop slaan dat onbreekbaar is. Vuurwerkbrillen zijn onder andere te koop bij opticiens, vuurwerkverkooppunten en ziekenhuizen tegenwoordig. Nou, gratis voor de hoef ik niet. Nou, dit was eigenlijk een vuurwerkbril. Ik hoop dat je deze video leuk vindt. Kijk de rest van de video's op mijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden.
En dan zie ik jullie bij de volgende video.